start gevallen. En daar zijn de deelnemers in het eerste band denk ik niet zo heel blij mee. Want die zijn matig weg. De enige die goed weg is, is de deelnemer die de baan nog wel opkwam. Die ging er heel langzaam op. True Kingly. En die heeft wel als eerste de bocht bereikt. Maar wordt daar gepasseerd aan de buitenzijde door Seth. Seth neemt de leiding over. Aan de buitenzijde komt ook Angeline Battiste al naar voren. En zo gaan ze de bocht door Strange Chat Royal is dat, die doorgaat naar de tweede plaats. Kijk even naar de buitenzijde van de baan, want daar komt het geweld al naar voren. Daar komt Zwiebertje Kes aan. En die komt drie dik voor de tribune al naar voren. En gaat de leiding proberen over te nemen. Hij wordt opgevangen door Seth en door Strange Chat Royal. En we hebben nog twee ronden te gaan. Leiding in handen van Seth. Strange Chat Royal is tweede. Derde plaats daarachter Zwiebertje Kes. En op de vierde plaats True Kingly. Vijfde plaats is dan voor Ovidio Flash. En zesde. Uitgeschakeld nummer vijf. Vijf galop. Zest aan de buitenzijde is de opkomende Sabatai. Sabatai probeert de rug van Zwiebertje Kes te krijgen. Maar Zwiebertje wacht daar niet op. Zwiebertje drukt door en gaat weer naar het derde spoor. Wordt weer opgevangen en blijft dus drie dik liggen. En nu pakt Nick Holleberg hem iets terug. En nu heeft Sabatai ook Zwiebertje Kes bereikt. Kopgroepje van vijf paarden waarbij de leiding wordt overgenomen door Strandshed Royal. Tweede aan de buitenkant is de opkomende Zwiebertje Kes. Derde is Seth. Vierde Sabatai. En vijfde True Kingly. Zesde Ovidio Flash. Daarachter aan de buitenzijde volgt dan nog een andere deelnemer die ik zo even niet kan zien. Geel met blauw, dat zal ongetwijfeld een van de nieuwe kleuren zijn. Dat is inderdaad Vincent Victory. Zo komen de paarden voor de tribune langs. We hebben nog een ronde te gaan. En het echte duel begint zich al af te tekenen. Want kijk eens wie daar in dat tweede spoor liggen. Zwiebertje vooraan en Sabatai erachter. Uitgeschakeld nummer 5, Christa Timmer. Nummer 5 uitgeschakeld. Gaan de laatste ronde in. Strandshed Royal aan de leiding. Zwiebertje krijgt een tikje. Daarachter Sabatai en daarachter Seth met True Kingly. En die vijf paarden lopen ietsje weg. Proberen dat althans bij Ovidio Flash. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. Voor de laatste keer op weg naar de rechterlijn overzijde. En het echte vuurwerk moet nog komen. De tijd dat Zwiebertje hier won met een halve baan, die is voorbij. Er zijn veel goede Monté-paarden in Nederland. En één daarvan loopt nu vooraan. Een onbekend gezicht tot voor kort. Maar de laatste tijd begon die steeds meer op te vallen. Strandshed Royal. Tweede aan de buitenkant Zwiebertje Kes. Derde is Sabatai. En vierde True Kingly. Vijfde Seth. En zo gaan ze de bocht in. Daar komt ook United Spirit naar voren in de kopgroep. En zo zijn ze in de linkerbocht. De laatste bocht. Ze zijn zelfs halverwege de laatste bocht. En de leiding is voor Strandshed Royal. Aan de buitenkant komt Zwiebertje. En daarachter Sabatai. En daar komt ook United Spirit aan. Wat gaat die hard aan de buitenkant? We zijn in de laatste rechte lijn. Midden van de baan. Zwiebertje heeft overgenomen. Daar komt Sabatai. Sabatai gaat nu pas voluit. Zwiebertje of Sabatai? Het wordt Zwiebertje. Zwiebertje. Daar is Zwiebertje. Zwiebertje Kes. Voor Sabatai. Daarachter Strandshed Royal. En United Spirit liep een hele beste koers. Wordt vierde. En daar komt Nick Holleberg alweer aan, dames en heren. Hij gaat straks in de bloemetjes gezet worden. Na zijn winst in de negende koers HJG Verzekeringenprijs. Monté Draverij. En hij moest er vandaag voor vechten, Zwiebertje. Hij heeft hier ook wel eens met een halve baan gewonnen. Maar ik zei het net al, die tijd is voorbij. Maar vechten kan hij ook, Zwiebertje Kes. En dat deed hij vandaag met Nick Holleberg. De trotse trainer is er als eerste, Bas Krewas, en hij feliciteert de eigenaar. Fokker is de familie van Vliet, eigenaar is mevrouw Kesbeke Hamstra. Bas Krewas de trainer, Nick Holleberg de rijder. En de tijd, dames en heren, we zagen allemaal dat het hard ging. Het is ook nog eens de snelste tijd van de dag, 1:20:07. Felicitaties voor Nick, hij is lang voor een jockey, hij is ook volbloed jockey. Dat doet hij ook voor de lol. Hij kan het gewicht goed doen. Hij heeft een goede stijl. En hij heeft de wil om te winnen. En dat is allemaal heel belangrijk. En vandaag leidde dat tot een hele mooie zege. Sabatai werd geklopt met de kampioenen. Door Nick Holleberg en Zwiebertje Kes. Mevrouw van Vliet feliciteert Nick Holleberg. En denkt mijmerend terug aan de tijd dat haar zoon er ook zo uitzag. En dat is lang geleden. En Nick gaat weer zitten, dames en heren. Hij gaat voorrijden en hij rekent op een heel groot applaus. Want Zwiebertje Kes is al jaren een publiekslieveling in Jouren. Hij wint hier, ook al voor de kar, maar wel regelmatig de laatste tijd onder het zadel. En dan zien we hem toch eigenlijk het liefst. Dit is zijn specialiteit. Dit is wat hij kan. Dit is wat hij het beste doet. En dat doet het tegenwoordig met Nick Holleberg. En daar is hij, dames en heren. Zwiebertje Kes, Nick Holleberg.